product wat in Nederland gemaakt is. Ik bedoel, tot nu toe alleen maar pluspunten, toch? Betrouwbaar en Hollands trots. Deze auto werd gemaakt bij Netcar in Born en staat op dezelfde basis als de Smart 4-4. En waar zitten we dan in? Precies, in de Mitsubishi Colt. En om precies te zijn, in de zevende generatie alweer. En dat is ook de laatste generatie, want sinds 2013 rollen er geen Colts meer van de band in Born. Alleen nog maar minis, geloof ik, tegenwoordig. Dus ja, als je een Colt wil rijden, dan moet je het doen met een auto van minstens 3 jaar oud. Maar dat hoeft niet per se erg te zijn, want die Japanse betrouwbaarheid die komt zo nog wel eventjes aan bod. De Colt werd geleverd in 3 varianten, de CZ3 en de CZ5, dat waren de 3 en de 5 deurs. En er was nog een CZC en dat was een cabrio met een stalen klapdakje. Dat was een auto, daar kon je met z'n tweeën in, plus 2 hele kleine achterpassagiers. Maar dat was eigenlijk de verreweg de krapste versie, want de CZ3 en de CZ5 blinken eigenlijk juist uit door hun binnenruimte. Net zoals de Smart 4-4 natuurlijk. Die auto's zijn echt ontwikkeld om zo compact mogelijk te zijn, maar toch heel veel ruimte voor de passagiers te bieden. Motorisch gezien was er keuze uit benzinemotoren van 75 tot en met 150 pk. Dat laatste was een 1.5 turbo blokje. En er was ook één diesel te krijgen met 95 pk. Als je een automaat wilde, dan kon dat ook met de benzinemotoren. Maar dan had je wel zo'n sequentiële bak die ze ook bij Smart hadden. En dat is niet de meest fijnzinnige automaat die wij kennen. Op zich goed, maar niet fantastisch. Qua aanbod, er staan op dit moment 410 Mitsubishi Colts te koop op marktplaats.nl en daarvan zijn die 10, dat zijn de diesels. Er zijn 10 diesels te vinden op dit moment, dus die is vrij zeldzaam. Automaat ook niet heel erg veel verkocht, er staan ongeveer 50 van te koop. En de prijzen van de Mitsubishi Colt die beginnen bij ongeveer 2000 euro, eigenlijk al onder de 2000 euro en die lopen op tot ongeveer 12.000 euro. Redenen om een Mitsubishi Colt te kopen, ze zijn degelijk afgewerkt, zeker na de facelift, dan zijn het gewoon echt hele net afgewerkte auto's. Niet, bedoel, niet premium dingen met leren en zo, maar gewoon wel netjes. En geen rammeltjes en kraakjes en dat soort dingen, Japanse bouwkwaliteit. De auto biedt veel ruimte voor zijn geld. Vooral in het interieur, want ja, zo zijn ze nou eenmaal ontworpen om zoveel mogelijk ruimte in zo'n compact mogelijk jasje te stoppen. En wat ook een groot pluspunt is, is dat alle Colts een distributieketting hebben en geen distributieriem. En dat zorgt ervoor dat ze in het onderhoud lekker goedkoop zijn. Maar er zijn uiteraard ook een aantal aandachtspuntjes. Laten we beginnen met het allerheftigste wat je kan overkomen als je een Mitsubishi Colt koopt. Tenminste, van de bekende problemen, ik kan natuurlijk altijd exemplarisch een keer iets stuk gaan, maar bekende problemen die er zijn. De actuator van de automaat die gaat nog wel eens kapot en dat is een reparatie van ongeveer 500 euro. Ja, dat is wel pittig op de aanschafprijs van een tweedehands Mitsubishi Colt. Maar dan hebben we ook meteen wel alle echt heftige dingen gehad. Andere dingen die voorkomen zijn piepende remmen. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk op te lossen door de remmen schoon te laten maken en ze eventueel eventjes opnieuw af te laten stellen. De trommelremmen, als we toch over de remmen bezig zijn. Sommige auto's waren nog uitgerust met trommelremmen. En die wilden nog wel eens stuk gaan als ze niet op tijd nieuwe blokjes kregen. Ja, dat is eigenlijk logisch. Alleen ja, bij een Colt gaat het dan meteen helemaal stuk. En dan heb je best wel een dure reparatie. Dus zorg gewoon dat je op tijd je remblokjes vervangt. Dan heb je verder eigenlijk geen problemen. Dan is er nog een klein afwerkingsdingetje voor de allereerste bouwjaren. En dat is dat het dashboardkastje soms niet helemaal lekker sluit. Of zelfs helemaal openvalt. Ja, die dingen gebeuren. En er is een hele makkelijke fix voor. Dus gewoon even langs de garage op het moment dat het je gebeurt. Iets wat ook geldt voor de auto's van de vroege bouwjaren is dat het reservoir van de koelvloeistof niet altijd helemaal lekker afsloot, waardoor het zou kunnen dat je af en toe wat koelvloeistof verliest. Dus nou ja, heb je even een van die vroege bouwjaren, check dan bij je proefrit eventjes of het level van de koelvloeistof oké is en blijf het ook in de gaten houden als je de auto langer hebt. Dat werd overigens na een paar jaar verholpen met een ander reservoir en sindsdien zijn er geen problemen meer mee.
En het laatste aandachtspunt, en ja, dat is misschien nog wel een, zeg maar, qua ongemak de meest irritante, is dat de accu's van de eerste auto's ook niet fantastisch waren. Een vervangend exemplaar, wat wel gewoon goed is, kost je ongeveer 100, 120 euro, maar dan heb je die problemen verder niet meer. Ja, en dan het exemplaar waar we mee onderweg zijn vandaag, en dat is een mooi blauw uitgevoerde auto. Een CZ5, dus een vijfdeurs. En dit is wel een fijne uitvoering. Alle opties erin, climate control, radio, de hele rambam. Zelfs van die mooie windschermpjes met Colt daarop. Hey, is toch vet, hè? Is gewoon wel originele accessoire geweest. De auto staat te koop bij Mitsubishi Polderman in Lisse. En hij kost net geen 10.000 euro. Maar dan heb je ook een auto met nog geen 45.000 kilometer op de teller. Die dealer onderhouden is. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tipzetautoblog.nl.